Mensen zeggen dat ik op een egel lijk. Dit op een egel lijk. Kijk, ik vind egels wel cute, snap je? Boys, de quote van 2017. YouTube-related is sowieso... Vloggers worden rappers en rappers worden vloggers. Heel veel rappers hebben een leuk leven en die doen zo fucked up shit. En dat is leuk om naar je vlog te brengen, want ik bedoel, iedereen kan vloggen. Dat zie je aan YouTube. Iedereen kan een vlog maken. Zelfs mensen die geen fuck doen in hun leven en gewoon de hele dag thuis zitten, zoals mij, kunnen ook vlogs maken. Dit is geen vlog, by the way. Dit is gewoon een normale video. Maar iedereen kan vlogs maken. Vloggen is iets dat iedereen kan. Ook al heb je een AIDS-camera, je kan jezelf filmen, snap je? Ook al heb je zo een Nokia, je kan jezelf filmen, je kan een vlog maken. Heel veel YouTubers die dan een soort van publiek hadden opgebouwd, dachten van, hey, als iedereen kan vloggen, kan iedereen ook rappen. Nee. Heel veel YouTubers die muziek maken hebben gewoon het doelpubliek van achterlijke Mongolen die toch alles slikken wat een YouTuber maakt. Ook al is dat liedje echt fucking slecht, slaat het nergens op en is het echt gewoon fucking kut. Dan heb ik het over Armo, Snapking, Famke Louise, DutchTuber. Want door die fucking deep shit worden wij in een soort van slecht daglicht gezet dat wij allemaal denken dat we kunnen rappen. Terwijl zij gewoon wel vlogs kunnen maken omdat vloggen helemaal niet moeilijk is. Je hebt dan ook uitzonderingen zoals Jost. En... Je hebt dus niet zoveel uitzonderingen. Maar dat is ook niet raar, want muziek is een talent. En vloggen is helemaal geen talent. Dat is gewoon knol, power. Snap je? Dat is het enige wat je moet doen. De laatste dagen is er een liedje die echt gewoon ontploft is. Waardoor dat ik dan denk, kijk, zijn die fucking mensen die shit luisteren echt zo fucking achterlijk dat zij niet weten wat goede muziek is? Dat denk ik wel. Ik denk gewoon dat die mensen zo jong zijn dat zij niet weten wat goede muziek is. En dan kijken ze maar dat de shit van een YouTuber en dan. Dus vandaag gaan wij reageren op de slechtste muziek die YouTubers ooit gemaakt hebben. Kijk, autotune helpt niet altijd, snap je? Bas is ook uitzondering. Dat was ik vergeten te zeggen. Bas ook uitzondering. Je rap zijn kut! Oké, is goed. Deze chick heeft dus een liedje gedropt. Vlogs, fashion, make-up, model en nu ook muziek. Mag eigenlijk niks zeggen, want haar liedje heeft 1,4 miljoen weergave in 3 dagen. Ik wil niet weten hoeveel mensen er oorkanker hebben gekregen aan het luisteren naar deze track. Er staat al zoveel goede muziek op YouTube van mensen die er wel fucking veel werk in hebben gestoken en die echt hun best hebben gedaan. Heeft al veel minder views dan dit, omdat deze Chimmy, ik weet het niet, omdat ze gewoon een Chimmy is. En daarom heeft dit veel views, omdat mensen op YouTube gewoon echt fucking achterlijk zijn. Echt graf-Mongolen luisteren deze shit. Het heeft al 36.000 dislikes. In 2 dagen 1,1 milli, zo like als je het haar ook. Je verdient meer met porno. Ik wil dood. Klopt. Het is niet omdat je kutvideo's maakt en omdat je vriendje een fucking leier is. En je fucking denkt dat je muziek kan maken, snap je? Dat is het echt niet. Ik heb er niks op tegen dat je het doet, maar... Oh ja, ik heb er wel iets op tegen dat je het niet doet. Kon je nog een grotere fucking slat outfit aan? Dit is de slat outfit aan de eeuw. En daar heb ik niks op tegen, snap je? Dit is de enige reden waarom deze clip zoveel fucking views heeft. Ik kan hem ook kijken met geluid uit. Dan vind ik hem zelf leuker. Ja. Chill. Dus, ja. Maar ik ga reageren op het liedje. Dus ja, moet ik jammer genoeg het geluid aanzetten. En ik weet dat mijn oren gaan beginnen bloeden. Ik weet dat ik waarschijnlijk allemaal gekke ziektes ga oplopen. Kijk, ik ben er klaar voor, ja. Misschien moet ik eerst even mijn oren ontsmetten. Hoe ontsmet je je oren? Kijk, wat je moet doen is water snuiven. Dan kuis je je oren uit. Dat heb ik eens gezien in een top 10 van Hanwe. Ah! Veel erger dan coke, what the fuck. Ja, mijn oren zijn wel klaar om naar dit geweldige liedje te luisteren, denk ik. Oké, okay, boys. Boys. Ik ben op mijn money, waar is all the way? Ja, mijn Sony is verraderlijk. Ja, mijn Sony is verraderlijk. Ja, mijn Sony is verraderlijk. Ik ga de lyrics erbij ook openzetten. Ik ben op mijn money, waar is the way? Maar mijn Sony is verraderlijk. Die boys, ja, ze willen mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Yo, het kan niet zo makkelijk. Al die boys willen mij. Kijk, je hebt een relatie met dit. Kan wel makkelijk volgens mij als je een relatie hebt met dit. Wat de... Ik snap het niet, snap je? Ik ga niet zeggen, ze is niet lelijk. Maar dit. Kijk, al die boys willen mij. Hey, wow, op een dag ook waarschijnlijk mij, maar yo. En dan heb je gewoon... Ik bedoel, hij heeft niet eens geld. Dit liedje gaat over geld. Volgens mij is Snapking broke as fuck. En als je die 13k die hij gestolen heeft weggeteld, maar... Je hebt geen Sunny! Je hebt geen fucking Sunny! Kijk, nu snap ik die comment ook. Je verdient meer met porno. Je had ook gewoon porno kunnen maken of zo. Wauw. Ah, fuck. Ah, deze hypebeast clip. Hier zijn ze komkommer aan het snijden. En dan opeens staan ze in de keuken. Zijn ze soep aan het maken of zo. Kijk, ik snap het niet zo goed, maar. Waarom staan ze in deze keuken? Wat gebeurt er? Ja. Ja, mijn Sunny is verraderlijk. En mijn Sunny is verraderlijk. En mijn Sunny is verraderlijk.
En mijn Sunny is verraderlijk. Weet je waar verraderlijk is? Sunny. De betekenis van deze moeilijke lines. Met deze zinnen bedoelt ze dat haar penis, oftewel mannelijk geslachtsdeel, verraderlijk is en dat niemand in haar buurt moet komen. Ze maakt hier ook openbaar dat ze transgender is. Wat? Ben op mijn money, ben op selfish. Wat zou jij doen om mij te zijn? Nou, helemaal niks, domme kech. Je ziet dat Genius deze lyrics fucking nice ontrafeld heeft. Het gaat over, ja, deze shit. Zo zie je maar dat deze site echt goed is. Ze zijn nog altijd soep aan het maken in deze keuken. Ik snap deze clip helemaal niet. Ja, er zit te veel bape in deze videoclip. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk hoe kankerdom jij bent. Upvote. Nice. Ja, dat is de line over haar vriendje, denk ik. Snapking is toch die guy die fucking broke is, maar toch uitcashed bij Louie en zo. We zijn nog iets met elkaar. Ik snap het, ze dissen elkaar heel de tijd. En dan komt ze met dit en dan armputje. En ik snap de My Little Pony references in deze clip ook niet. Ik ga like gooien op deze video. Zo zie je maar dat YouTubers gewoon fucking veel views krijgen. Want dit is echt abnormaal. Hij staat zelf 3 in trending in België. Wat doen Belgen? Luister niet naar deze shit. Je oren bloeden hiervan. Straks moet je weer je fucking neus. Ik denk dat we uit dit liedje alleen al kunnen concluderen dat YouTubers gewoon moeten stoppen met muziek maken. Tenzij dat je het echt meent ofzo. Of dat je echt een goed idee hebt. En dat je niet geghostwrite wordt. Dat je clip niet helemaal in scène wordt gezet. En niet alles cool gemaakt wordt. Want dit is echt fucking scheid cadeau. En een super mooie verpakking. Snap je? Allemaal zo nice verpakt en zo. Maar het zegt echt. Stel je voor, je ziet dit live. Ik kijk er echt naar uit om video's te zien van hoe dit live gedaan wordt. Echt hoor. Even goed als Armoze live shit. Die waren ook echt top. Dit is hoe YouTubers live optreden. Precies dit. Leeft deze guy nog? Leeft Quai Vines nog? Wat hadden met deze rapcarrières van al deze boys? Ah, niet zo goed. YouTubers moeten gewoon wegblijven van die microfoon. Doe het niet. Dan ga je wel veel views krijgen en veel geld verdienen, snap je? Is het niet waard om zoveel mensen hun oren te laten bloeden? Daar. Dit liedje is nog het grappigste van allemaal. In de titel staat er DutchTuber Mackie Gang Prot Pandora. Die producer heeft waarschijnlijk ook gewoon oorkanker gekregen. En het liedje staat er niet eens dat het een parody is of zo. Komen AIDS kijkers van deze guy. Denken van, oh, hij heeft zelf een liedje gemaakt. Leuk, leuk beat. Dat is het niet. Dit is een parody. Dat snappen die mensen niet omdat ze zo fucking achterlijk zijn. Fucking parody. Ik ben niet betaald door McDonald's om dit te doen. Dit zou echt strafbaar moeten zijn. Kijk, kunnen mensen in Antwerpen deze guy gewoon, als je deze guy ziet op straat, gewoon slaan of zo? Dit is een fucking disgrace voor Antwerpen. Hij woont in Antwerpen, hij neemt het op. Ah, ga terug naar je eigen land. What the fuck doe je hier? In het bos. Dan heeft hij die pet al aan. Kijk, ah, als ik hem zo tegenkom in Antwerpen, ik meen, schop je letterlijk terug naar je huisje bij je oma. What the fuck doe je hier? De mensen die dit kijken, die in Antwerpen wonen, kijk, als je deze guy tegenkomt, hij heeft die pet al 3 jaar aan. Die zit waarschijnlijk vastgeroest aan zijn hoofd en zo. Hij woont in Antwerpen. Hij komt nooit buiten het centrum. Tart, die doe maar game klopjacht. Red ons land of zo. Want dit is geen goede reclame voor. Ah, wat doe je hier? What the fuck? De enige reden waarom veel YouTubers muziekvideo's maken, is omdat ze er fucking veel geld mee kunnen verdienen, omdat ze er niet veel werk in steken. En de YouTubers die hier wel veel werk in steken, krijgen niet de views die de anderen krijgen. Hoe dommer je doelpubliek, hoe dommer je views zijn op je fucking video's. Dat is gewoon zo. Ik ga geen fucking muziekvideo maken. Ik heb dat eens gedaan en hij heeft ook fucking veel views gekregen, terwijl dat echt fucking slecht was. Maar, snap je, ik heb daar geen geld mee verdiend. Die video was fucking demonetized omdat ik zo'n beat had gebruikt van Eminem. Je clip mag nog de beste clip ooit zijn. Je stem mag nog fucking goed geautotuned zijn. Mag helemaal ghostwrite zijn. Maar als je over geld en shit gaat rappen en doe alsof je enge lifestyle hebt, maar fucking, ik weet het niet. Minecraft survivals maakt net top 10 video's en al die andere aids. Kijk, ik neem die shit niet serieus en niemand neemt die shit serieus. Alleen je 12-jarige kijkers. Die denken echt van, oeh, Sunny, dom. Fucking achterlijk. Ik denk dat het tijd is dat ik mijn carrière hier stopzet. Tijd om er een punt achter te zetten. Dit was het. Ik kan de andere YouTubers niet meer bijhouden, snap je? Een IQ is zo laag gezakt dat ik gewoon denk van, zijn het de kijkers die achterlijk zijn? Of moet ik naar Spanje verhuizen en Spaanse video's beginnen maken of zo? Dank om te kijken naar deze video.
Dit was weer leuk. Ik denk dat mijn neus echt aan het bloeden is. En ik ruik al heel de tijd bloed sinds ik dat water heb gesnoven. Tot morgen met een nieuwe video. En vergeet niet. Mackie gang, Mackie gang, Mackie gang, Mackie gang, Mackie gang, Mackie gang, Mackie gang. Vroeger deed ik fake pranks. Nu weer terug bij Minecraft. Oeh.